Die inmiddels gaat twee maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. 30 minutes, 21 september 2021. Dit is het bulletin van dinsdag. Daily Minutes, 21 september 2021. Dit is het bulletin van dinsdag. Ja, het gaat zoals het niet gaat kan. Hij is weer in het Nederlands. Ik weet niet zeker of deze voor dinsdag of woensdag is. Ik heb er voor de zekerheid de datum van dinsdag ingesproken. Maar misschien moet dat nog over. Want dinsdag is ook de D-Star-ronde. En ik weet niet hoe druk ik het 's middags heb. In elk geval had ik... Vandaag de 20ste dus, want het is nog de 20ste nu ik dit inspreek. Daily Minutes voorbereid. Over cloud computing. Maar ik ben in slaap gevallen, dus ik werd na 7 wakker, volgens mij. Of net voor 7, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval te laat om een Daily Minutes te maken. Ik kreeg een mailtje van, dat soort mailtjes krijg ik vaker van de dierenarts. Dat zij hun administratie graag over willen gaan op verzoek van klanten die milieubewust zijn naar een papierloze facturering. En ze willen de facturen het liefst allemaal per computer sturen. En ja, dat is in een aantal gevallen een misverstand. Namelijk, het opslaan in de cloud is zo energieverspillend en zo vervuilend. Ik zag net nog een bericht over de enorme vervuiling die veroorzaakt wordt door bitcoins. Dat het helemaal niet milieuvriendelijker is, of nou ja, hoeft te zijn in een aantal gevallen. Waarschijnlijk is in een groot aantal gevallen het op papier afdrukken. En als je dat papier dan op een ordentelijke manier afvoert, milieuvriendelijker dan iets vele jaren in de cloud te laten staan. Dus ja, Google maakte een jaar of 5 geleden bekend dat 1 zoekactie in hun zoekmachine evenveel energie kost als een gemiddelde personenauto gebruikt voor het optrekken van stilstand naar 50 km per uur. Ga er maar aan staan. Dat is niet weinig. Ik ben nooit een fan geweest van de cloud computer. En dat werd bevestigd toen ik... ik zal dit met zo weinig mogelijk... traceerbare informatie vertellen. Maar niet, want ik weet niet of ik dat wil. Maar in ieder geval op verzoek van mijn accountant heb ik ruim een jaar lang een clouddienst afgenomen van een van de grote bedrijven die in bedrijfsadministraties doet. En ik stond niet te springen, moet ik zeggen. En mijn accountant die begreep dat niet zo. Ze hadden het op een kantoor gewoon, die servers. En het was makkelijk als ik daar ook gebruik van zou maken. Want dan zou ik de spullen zo kunnen intikken en dan zouden zij voortdurend overzicht hebben. Wat wel interessant is, want dan kunnen ze je op dingen wijzen. Maar goed, die dienst die kost om te beginnen €35 per maand. Wat voor mijn omvang van de administratie toen best wel een bedrag was. Ik bedoel, ik heb ooit van diezelfde club software gekocht. En dat kostte toen €200. Nou, dan zit je zo aan bij €35 per maand, hè. En die administratie, die software, die was ook goed. En bruikbaar, die heb ik een aantal jaren gebruikt. Maar goed, ik snap niet zoveel van hoe zo'n boekhouding eigenlijk moet met alle... Ja, ik snap wel hoe het voor mij handig is. Maar ik snap nooit waarom dat op de voor boekhouder gebruikelijke manier moet. Maar goed, daar moet je soms ook in verdiepen. En ik bedoel, ik heb al vanaf 93 een bedrijf. Maar goed, ik heb dat ook altijd wel aan de professionals voor een deel overgelaten. Maar goed, in ieder geval, ik heb dus ingestemd met die clouddienst. Overigens is ook iets als Gmail gewoon een clouddienst. Hè? Dat beseffen veel mensen niet. Maar
Dus ik heb die 35 euro per maand opgehoest. Ik zeg van nou, ik wil voordat ik dat contract sluit, wil ik twee clausules daarin hebben. De ene is dat de service van het bedrijf, want dat had ik uitgezocht, dat die staan in Nederland. Maar ik wil dus ook dat mijn gegevens alleen in Nederland opgeslagen worden, niet in het buitenland. En met name niet in de UK en liever ook niet in de Verenigde Staten. De UK hoorde toen nog bij de EU trouwens. En het tweede was dat ik te allen tijde mijn gegevens uit hun cloud-omgeving wilde kunnen downloaden. Zodat ik die naderhand, als ik het niet zou bevallen, dan toch makkelijk zou kunnen overstappen naar een andere club. Of het zelf weer zou kunnen doen. Nou, dat is allemaal afgesproken. Dus ik ben daar ingestapt gewoon met een open mind. Ik bedoel, je moet niet te veel... het was een keurige club. Ze waren in Nederland gehost. En ze deden mij de toezegging dat die spullen gedownload konden worden. 2 maanden nadat ik dat had afgesproken, kwam er een ronkende marketingbrief van het bedrijf. Dat ze nu toch zoiets geweldigs gedaan en ze hadden onderzoek gedaan. Nagenoeg al hun klanten zouden daar zeer tevreden over zijn. Ze hadden de hele clouddienst inmiddels overgeplaatst naar een servicecentrum in de UK. Het laatste land dat op mijn lijstje stond. Goed, daar was ik al redelijk pissed over. Ik denk, dit gaan we aan het eind van het jaar niet nog een keer doen. Maar goed, toen ik in november besloot om de zaak dan toch maar te downloaden en per 1 januari, er was een opzegtermijn, de boel op te zeggen. Toen bleek dat ze de mogelijkheid om te downloaden inmiddels ook verwijderd hadden. Dus toen kon ik de spullen er niet meer uit krijgen. Nou, ik kon hem dus per 1 januari niet opzeggen, want dan zou mijn administratie in het abonnement van mijn accountant verdampen. We zijn 4 maanden aan het onderhandelen geweest om die gegevens uiteindelijk te kunnen overplaatsen naar binnen de administratie bij mijn accountant, zonder dat ik dan zelf nog een account zou hebben en nog zou betalen. En de toekomstige administratie zou dan op een andere manier gebeuren, maar die administratie die er nog was van het jaar, die zou dan toegevoegd worden met nog die 4 maanden dat het nog doorgegaan is. Maar daar deden ze 4 maanden over voordat dat, en er kon niet opnieuw een mogelijkheid ingemaakt worden om de spullen te downloaden, wat van gewoon de afspraak was waarvoor ik ook betaalde. Geen restitutie, ik moest die 4 maanden gewoon betalen, anders was de boel weg. En toen dacht ik van nou, dit bevestigt zodanig mijn... ik bedoel, hoeveel bevestiging van je gelijk heb je nodig? Het is altijd goed om meerdere bronnen te hebben, maar dit was zo evident. Ik bedoel, en ik had daarvoor me ook al op de hoogte gesteld. Ze doen maar. Ze hebben gewoon volkomen lak aan jouw belangen. En stel je niet in kennis van besluiten, dat doen ze achteraf. En dan blijkt zoiets wat afgesproken is, wat er gewoon in zat. Want dat heb ik gecheckt en uitgeprobeerd aan het begin. Dat halen ze er ook gewoon uit, terwijl je ervoor betaalt. Dus 1 keer, maar nooit meer. Maar goed, er zijn ongetwijfeld voordelen van de cloud. Want dus ik geloof dat 40% van de bedrijven inmiddels hun diensten volledig uit de cloud afneemt. En je ziet ook dat Windows online beschikbaar komt. En Microsoft Office is dat al heel lang. Dat zijn er weer. Vaak is het zo dat je ook je auteursrechten meteen moet afstaan. Of dat je tekent voor een blanco vrijbrief dat ze hun voorwaarden zo kunnen veranderen. Dat ze op enig moment ook gewoon direct jouw auteursrechten kunnen toe-eigenen. Wat voor mij eigenlijk al een no-go area is. Maar goed, zonder nou te veel erop in te gaan. Twijfels zijn er in ieder geval breed gedragen. Twijfels over problemen bij de cloud, dat is betrouwbaarheid. Je weet niet of er een keer een enorme screw-up is. Je weet ook niet of een bedrijf waar je de diensten afneemt, dat zal dat bij Google misschien niet zo snel gebeuren, maar of een aanzienlijk bedrijf van Nederlands formaat niet op een gegeven moment via allerlei omwegen toch in handen komt van de Russische maffia. En dat ze dan zeggen van nou, we hebben hier al jouw gegevens, maar als je je bedrijf wilt voortzetten, dan moet je ons eventjes 100.000 euro op de rekening storten. Of een equivalente waarde in bitcoins liefst. En dan krijg je het wel terug. Dat kan allemaal gebeuren. De beschikbaarheid van de diensten. Ik bedoel, als jij Windows as a service hebt en internet valt uit, wat natuurlijk niet helemaal uitgesloten is, dan kun je niet alleen niet bij je bestanden, maar je kunt ook de software om die bestanden te lezen niet gebruiken. Dat vind ik nogal wat. Ik vind het toch wel lekker handig dat ik hier noodstroom heb en dat het wel blijft werken. Nou, er zijn veiligheidsissues. Ik heb hier thuis, daar kan ik wel enorme missers maken, maar ik heb toch thuis wel de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van mijn spullen. Ik bedoel,
ze kunnen daar wel een flinke steek laten vallen. En ja, daar kun je dan helemaal niks aan doen. En het is allemaal zo vrij waren dat allemaal in hun algemene voorwaarden. Nou, de complexiteit is natuurlijk iets. De kosten die blijken toch hoog. Ik bedoel, voor wat ik afnam, was die €35 echt heel veel. Nou, de performance die kan tegenvallen. Er zijn migraties dat soms in het weekend de bol niet beschikbaar is. Je ziet het vaak bij banken ook, hè, dat ze dat aankondigen. Dat ze op zondagochtend verhuizen. Tenminste, de banken waar ik zit, gebeurt dat nogal eens. De bol is niet gestandardiseerd. Er zijn privacy issues. Je kunt het niet, maar vaak kun je het niet op maat laten maken. Je moet maar gewoon een standaard product. Onze klanten stellen het op prijs. Dat zegt het eigenlijk al. En dit zijn nog maar een paar dingen die er spelen. Nou, mijn stem is niet helemaal wat het is. Ik moet af en toe even kuchen en wat vreemde geluiden maken om de bol op gang te krijgen. Maar dat knip ik er gewoon uit. Ja, ik ben daar dus geen voorstander van. En ik heb dat met die administratie zo opgelost. Deze week speelt het onder andere dat ik daarmee aan de gang ben. Dus vandaar dat het onderwerp ook een beetje voor in de aandacht zit. Wat ik vervolgens gedaan heb toen ik die cloud verliet, dat is dat ik eindelijk een keer een constructie heb gemaakt. En zelf, want bij de accountant wisten ze daar ook geen raad mee. Ik heb zelf gewoon een systeem gemaakt dat zowel door mij goed te begrijpen is als door de accountancy, waar alle informatie in zit die zij nodig hebben. En dat doe ik gewoon in Excel met een scriptje. En in plaats van dat ik zoals eerder bijna een week bezig was ieder jaar met mijn administratie opstellen, omdat het best ingewikkeld is met meerdere btw-rekeningen en allerlei zaken, daar deed ik vaak wel 3-4 dagen over. Nu lukt het mij meestal in 3 uur met mijn eigen software om het van het hele jaar voor elkaar te krijgen. En de gegevens die lees ik onder andere van banken in. En van, ik doe wel bij elk kwartaal zelf mijn btw-aangifte. Dat deed ik ook altijd al. En die gegevens die gebruik ik ook voor dit systeem, zeg maar. En daarmee is het opgelost. Dat kost niks. En ik doe het niet in Excel. Ik doe het in LibreOffice Calc. Maar dat is behoorlijk equivalent aan. Ik lever het wel af in een XLS-formaat. Hè, dat die software gewoon kan uitspugen. En daarmee is het heel snel geregeld. Ik heb vorig jaar mijn gegevens ingeleverd en ik geloof dat 2 uur later de aangifte klaar was voor de belastingen. Dus dat geeft al een beetje aan dat het goed werkt. Nou, misschien dat het een dag later was. Nee, het was echt heel snel. Ik had daar niet op gerekend, zo snel was het. Ik geloof dat ik het 's ochtends om 9 uur aanleverde. Dat ik inderdaad halverwege de ochtend de gegevens had vorig jaar. Tja, daarvoor duurde het wat langer. Maar dat over de cloud. Ik kan er nog veel meer over vertellen, want het is echt heel erg met de cloud. Ik ga dat niet doen, maar ik weet wel dat op een gegeven moment had ik een nieuwe opdrachtgever en die wilde graag dat ik. Hij was een van de eerste cloud aanbieders in Nederland. De cloud van Google. En dat ging dan om een soort office pakket wat Google volgens mij ook nog steeds levert in diezelfde vorm. Maar ik kon daar direct al niet aan meedoen, want ik heb die klant daar dus ook kwijt doorgeraakt. Want ik ben zo iemand die toch wel eens de algemene voorwaarden leest. En met name dingen waar het mij aangaat. En ik moest direct tekenen dat Google alle gegevens die ik ooit bij hun zou stallen in hun marketing zou mogen gebruiken. Dus ik zet daar bestanden van klanten waar ik een NDA moet tekenen. Een non-disclosure agreement. En dan mogen zij dat in hun reclameuitingen zomaar openbaar maken. Ja, daar begon het al mee. Maar ook met mijn copyrights. Als ik via hun. Ik kreeg dan wel een gratis domeinnaam. Ja, dank je de koekoek. He, voor een domeinnaam krijgen ze al mijn copyrights. En dus alles wat ik dan bij hun op die site zette. En dus er waren dan ook nog. Ja, ik weet niet of het naar burige rechten heette. Maar er was ook nog sprake van dat er dan ook nog rechten golden voor materiaal wat van mij was. Maar wat dan niet bij hun geplaatst was. Maar simpelweg het feit. Dus daar deed ik dan ook deels afstand van. En in die tijd had ik nog best veel inkomsten uit auteursrechten. Dus als ik die rechten zou afstaan, al is het maar voor 10%. Dan, of ze hebben medezeggenschap. Ik bedoel, als ik dan spullen. Want daar was ook sprake van. En zeker bij andere partijen die ik in die tijd gezien heb. Als ik dan dingen zou willen verkopen, dan zouden zij die verkoop kunnen blokkeren. Ik bedoel,
zo'n bedrijf wat verder niets met je te maken heeft, wat in feite gewoon een toeleverancier is, krijgt daar gewoon zeggenschap in jouw bedrijf. En het was toen een belangrijke business voor mij. Ik had toen echt een goede handel in foto's. En ook in teksten vaak. En dat ging ook niet. Ik bedoel, het grootste deel van mijn inkomen hing daar toen vanaf. Zeker het begin van, vanaf 2003 is dat een tijd geweest, dat een flink aandeel van mijn inkomen was, een aantal jaren. Ja, dan zou ik zomaar een groot extra risico nemen door simpelweg voor één klant zo'n account aan te gaan. Dus en omdat ze het achteraf ook nog wel eens veranderen, ik begin daar dus niet aan. Maar met de mobiele telefoon is het toch wel zo dat je soms met dingen akkoord gaat waar dat risico ook in zit, hè. Dus ik wil eigenlijk wel toch wel snel naar een Android zonder Google. Dat is toch eigenlijk wat streven. Nou, er was iemand op het chatkanaal die me daar, die vertelt dat hij daar ervaring mee had. Dus die spreek ik ongetwijfeld nog wel eens aan daarover. En ik denk dat ik toch wel op enige termijn een telefoon ga kopen waarmee ik Google zonder Android, dat ik dat daarop kan gebruiken. Nee, Android zonder Google. Het is laat. Het is 11:55 en ik heb lang gewerkt vandaag. Ik heb ook overdag geslapen, dus ik ik kan al even door. Maar het is iets voor 12 en ik moet inderdaad ook nog een paar dingen doen. Nou, tot zover de Daily Minutes. Ik ga ongetwijfeld nog in de toekomst wel eens, want IT security is een van de onderwerpen waar ik toch meerdere keren aandacht aan wil besteden in de komende tijd. Dus ik ga ongetwijfeld nog wel eens op de cloud in. En ook op andere issues van producten die tegenwoordig gemeengoed zijn. Gemeengoed in twee betekenissen. Nou, tot zover de Daily Minutes voor vandaag. En of vandaag dan de 21ste is, of de 22ste, of de 23ste, of de 24ste. We gaan het nog meemaken. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.